Koffietijd, Lucky Lotto Live, Staats Loterijshow en last but not least het meest succesvolle sponsorprogramma van de Nederlandse televisie, Eigen Huis en Tuin. Ik dacht dat de Koffietijd en de 5 uur show commercieel waren, maar dit slaat echt alles. Mirna, wat is het succes van Eigen Huis en Tuin? Gezelligheid. Dat staat voorop, denk ik. Een beetje dus het soapachtige verhaal erin. En ja, er is voor iedereen wat wils. Voor elk wat wils. Interieur, tuinen, huizen, doe het zelf, noem maar. Ik denk dat we heel dicht bij de mensen staan. Nico die is heel anders dan ik. Dus we zijn twee echt tegengestelde naturen. En Minna, ja, dat is natuurlijk een heerlijk mens die er tussendoor loopt. Nou, ik vermoed dat het is dat, zoals wij doen in de uitzending, dat mensen dat heel erg herkennen als hun eigen woonsituatie. Nou, om het programma Eigen Huis en Tuin op te nemen heb je natuurlijk een huis en een tuin nodig. Vandaar dat ze dit huis gehuurd hebben. En van binnen is dat eigenlijk helemaal verbouwd tot allemaal kleine setjes. Dus een keuken, een woonkamer, een werkkamer, van alles. En daar nemen ze de verschillende scènes op. De badkamer. De woonkamer met een hele bak licht. De keuken. De werkplaats. En nog een keuken. Is Eigen Huis en Tuin nou het commercieelste programma op de Nederlandse televisie? Wat versta je onder commercieelste? Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk gesponsord. Nou, je kan ook zeggen, we werken op een hele leuke manier samen met het bedrijfsleven. Ja, dus het is verschrikkelijk gesponsord. Gesponsord? Kijk, we werken dus met firma's, ja. Ja, absoluut. En dat mag je zeker gesponsord noemen, ja. Maar het programma wordt natuurlijk eerst door de zender gekocht. Dus die betalen daar een bedrag geld voor. En dan nog eens een keer de sponsors erin. Betalen die er nou ook geld voor? Je moet natuurlijk betalen om in het programma te komen, ja. Ja, ja, absoluut. Jij mag zeker al die bloemen mee naar huis nemen. Wat het waar was, ik weet niet. Ik ga het nog even vragen. Zij is de grote bazin daarvoor. Wie neemt die bloemen mee naar huis? Naar oude vandaag. Tuurlijk. Nee, absoluut. Jullie houden niks aan over? Nee, ik niet. Maar ja, het programma is wel, het is behoorlijk gesponsord. Ja. En? Dat vind je niet erg. Ik maak het programma niet, ik ben gewoon een deel van het programma. Ja, maar jij moet toch wel af en toe in beeld zeggen van, wat een goede lijm. Dat moet ik doen, ja. Ben je nou een BN'er? Ben je nou een bekende Nederlander? Waarom? Ja, mensen kennen me natuurlijk wel. Je bent nou toch op tv? Ja, nou, wat is dan een BN'er? Ik bedoel, open je winkels, snabbel je. Sst, natuurlijk een klein beetje. Ja? Ja, natuurlijk. Moet toch ook een zakcentje verdienen? Ja, maar dan ben je dus een BN'er. Ben je dan BN'er? Ja, dan ben ik BN'er, ja. Hij gaat zelf schilderen. Nou moet jij natuurlijk, laten we eerlijk zijn, ik bedoel, jouw werkschuur is natuurlijk riant ingericht. Nou, wat je er allemaal aan overhoudt. Dat zou ik betwijfelen. Want... Ik bedoel, jij moet natuurlijk ook een werelddeal hebben met die gereedschapslui. Ja, natuurlijk wel, dat heb ik ook wel, die deal, om hier te gebruiken. Maar je mag het niet meer naar huis nemen. Wel, nee hoor. Ik heb dus wel gehoord dat de man die dit allemaal maakt, weet je wel, die echt de baas over dit, die heeft er wel een zwembad aan overgehouden in zijn achtertuin. Dat zou best kunnen. Dus, ja. Het is zo commercieel als ik weet niet wat natuurlijk. Het is wel commercieel. Als jullie nou die brieven krijgen hè, van die mensen van beste Mirna, van nou mijn tuin is helemaal Peppie en Kokkie. En dan gaan jullie daar kijken en dan gaan jullie die tuin opknappen. Krijgen die mensen dat dan echt gratis? Nee. Wat wij gratis krijgen, krijgen zij ook gratis. En ze krijgen het arbeidsloon, hoeven ze niet te betalen. Maar voor de rest wat er in die tuin staat. En als wij het niet krijgen, krijgen zij het ook. Die moet gewoon voor betaald worden. Maar voor mij is dit natuurlijk, dit is goud wat ik hier zie. Ik bedoel, zo kan je een kampeerprogramma commercieel maken, een breiprogramma, een visprogramma, alles op deze manier. Ja. Ja, ik denk dat een heel leuk hobbyprogramma goed gaat scoren, ja. Ja. Absoluut. Ik wil ook wel eens over meedenken. Nou, ik ga je gewoon binnenkort een keer bellen. Nou, ik vind hartstikke, ik ga je binnenkort een keer bellen. Ja? Want dit is een aflopende zaak, dit huis is binnenkort af en dan. Ja, en dan? Wij gaan praten, kom, wij gaan praten.
Nou, ik zou zeggen, we kunnen hem gaan doen. Ja, hè? Ja. Oké. Zullen we maar? Maar want het kost allemaal geld. Nou. Dit kost allemaal geld, het koffie drinken. Dat geef je wel door, ja. Nou, voor mij is het duidelijk, hoor. Dat ze allemaal niks willen vertellen, dat betekent maar één ding. Dat ze bakken met geld verdienen. Dat het zo commercieel is als ik weet niet wat. En dat ze er niks aan overhouden. Ik ga zelfs nog met een bos bloemen naar huis. Eigen huis en tuin is kassa. Ten eerste betaalt de sponsor meer dan het programma kost. En ten tweede verkoop je ook nog eens een keer de reclames om het programma heen. Dubbel kassa dus eigenlijk. Vreselijk commercieel. Maar ja, die reclames, hè, wat levert dat nou eigenlijk op? Nou, daarom heb ik een afspraak gemaakt met een aantal heren die daar alles van af weten. Dit is het pand van IP en dat zijn de reclameverkopers van RTL4. En ik moet zeggen, het ruikt hier dus naar geld. En eigenlijk ben ik hier dus in het hol van de leeuwen, hè, RTL4. We zijn eigenlijk concurrenten. Nou, dat IP, dat staat voor immorele pegels. Maar ja, dat kan mij eigenlijk niks schelen. Het enige wat ik wil weten is, hoe gaat dat nou precies in die reclamebusiness? Goed, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik score op dit moment 5. En dat zijn ongeveer 700.000, vooral jonge kijkers. Hoeveel geld kan ik nou vangen aan commercials? Nou, Bart, je moet het zo zien. Op dit moment vangen ze ongeveer 8.000 gulden voor een commercial van 30 seconden voor je programma. En iets van 10.000 gulden voor een commercial na je programma. Wij durven daar best wat meer voor te rekenen. Wij zouden ongeveer je prijzen met zo'n 20% verhogen. Ja. Dan komt er zo'n 11.000 gulden bij. Dan praat je al over 66.000 gulden. Dus er is best wat geld te verdienen aan je programma. En als ik nou zeg dat BNN 40.000 gulden per aflevering kost, is het dan nog steeds commercieel? Ja, daar valt er wel geld aan te verdienen. Ik denk zelfs dat we het nog commerciëler kunnen maken. Wij zouden er als IP ook nog een reclameblok in het programma neerzetten. En gesteld dat je dan ongeveer een 3 minuten durend reclameblok zou hebben, zouden er ongeveer nog 70.000 à 75.000 gulden per uitzending extra aan kunnen verdienen. Dus je kan wel stellen dat BNN zeker commercieel te maken valt. Waar zijn de kijkcijfers lekker hoog en het budget vrij laag? En dan moet je denken aan programma's als Baywatch. Dat soort formules. Buitenlandse aankoop, dat is echt. Ja, of programma's die qua productiekosten erg laag zijn. Dus bij jou moeten eigenlijk de productiekosten natuurlijk ook nog wat omlaag. Dus 40.000 gulden is eigenlijk te veel. Dingen schrappen, misschien salaris. Een stukje salaris of dat soort zaken. Mijn salaris hebben dan. Bijvoorbeeld. Over. Dat is volgens mij de grootste kostenpost. Nou, dat vind ik niet zo'n goed idee. Dan kan ik wel idee. Andere dingen schrappen. Als ik nou BNN ook programma's ga krijgen, voetbalwedstrijden, Henny Huisman, wat een beetje 23, 24, 25 of misschien wel meer. Wat voor tarieven kan ik dan gaan vragen? De tarieven die aan de voetbalwedstrijd gekoppeld zijn, daar moet je toch aan denken dat die tussen de 50 en 60.000 gulden per 30 seconden opleveren. En bij hele belangrijke wedstrijden soms zelfs meer. En bij de Henny Huismannen en de André van Duits van deze wereld ga je toch praten over tussen de 40.000 en 50.000 gulden per 30 seconden. Dus dat zijn behoorlijk hoge reclameinkomsten. Kijk, ik heb natuurlijk veel vertrouwen in BNN. Ik heb tenslotte de meeste BN'ers. Ik heb een comedy, Het Scheidhuis. Ik heb satire met ook Bart nog. Ik heb de Bart Bevallingsshow. Dat gaat echt scoren. Zouden jullie niet mijn zaakjes willen gaan regelen? Dus IP voor BNN? Nou, leuke vraag die je stelt. We voelen ons zeer gevleid, Bart. Maar het is zo dat wij een exclusief contract hebben met de Holland Media Groep. Dat betekent dat wij voor RTL en Veronica de acquisitie plegen. Daar ligt dus een probleem. Een mogelijkheid is wel als je natuurlijk onder Veronica-vlag blijft uitzenden. Maar Veronica en BNN liggen elkaar dus totaal niet, hè? Dat zijn een soort concurrenten. Dat is echt. Dat is haat en van de rijden. Oh, vervelende man is dat toch. Dus als ik het goed begrijp, moet ik me of aansluiten bij de Holland Media Groep, of ik moet jullie drieën wegkopen bij IP. Dat zit erin. Ja. Dat zijn een beetje de opties. De twee opties. Ja. Nou, ik laat het sowieso een paar nachtjes op me inwerken. Dat ik een beetje erover na kan denken zelf. In ieder geval hartstikke bedankt. Bart, bedankt. Te gek. Bart, misschien spreken we elkaar nog een keer en gaan we zaken doen. Goed. Dit is een belangrijk moment. Ik ga nu hier op dit moment naar buiten brengen waar de vaderlandse mediapers al maanden op aast. Pak pen en papier, want hier is die. De tot op dit moment
ultra-geheime programmering van BNN. Daar gaan we. Oké, we beginnen om 7 uur met drama, dus de sterrensoap. En dan zie ik een Jacques d'Ancona in, een Joop Braakhek, een Henny Huisman. Je kent het wel, de BN'ers. Dan om 19:30 gaan wij door met comedy Het Scheidhuis, geschreven door Haaien van der Heijden. En als dat niet helemaal gaat lukken, dat ligt een beetje moeilijk, doen we een of ander dom spelletje. Dan ben ik in overleg met Harry de Winter. Daarnaast het nieuws, gepresenteerd door Joop van Zijl. Dat hangt er nog een beetje om. 20:30, prime time, gaan we door met EMO-TV Imca Marina. Of eventueel de Emiel Ratelbandshow, gepresenteerd door Matthias. Dan om 21:30 hebben wij satire, waar ik nog steeds op zoek ben naar een volslanke homofiele komiek. Om 22:00 doen wij sport, presentatie Reggie Blinker, Regilio Tuur of Willem van Hanegem. Ik kan daar gewoon kiezen. Om 22:30 doen wij aankoop buitenland van mijn goede vriend Aaron Spelling. Dan om 23:00 doe ik nog iets uit het buitenland. Dat koop ik weer van Aaron. Ik ben zo met Aaron, dus dat, wij maken wel een of ander dealtje. Dan om 23:30 de Late Night Talkshow, gepresenteerd door Theo van Gogh en Henny Huisman. En dan om 12:00 als klap op de vuurpijl het seksprogramma dat ik noem Daktaras TV. Dus veel domme, lekkere wijven, grote tieten. En dat wordt gepresenteerd door Catherine Keil. Nou, zo gaat het er ongeveer een beetje uitzien. Dan heb ik één probleem. Ik heb natuurlijk nog niet iedereen. Ik ben nog niet met iedereen rond. Joop van Zijl is een probleempje. Haaien van der Heijden schijnt ineens een hekel aan me te hebben. Dus het wordt ook moeilijk. Maar ik heb natuurlijk in de afgelopen weken heb ik nog steeds altijd de screentest gedaan. Nou, ik ben nog steeds verschrikkelijk onder de indruk van al dat aanstormend talent in Nederland. Dat is wel leuk. Aanstormend talent met buiten terwijl de wind hier om je oren heen flanst hier. Maar ik wil vanaf deze plek dus alle screentesters heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. Ik heb na deze messcherpe programmering nog meer nieuws. Ik heb namelijk een hele belangrijke commerciële stap gezet. Kijk maar. Zoals jullie je waarschijnlijk nog wel herinneren, heb ik vorige week de mogelijkheden besproken van commerciële radio. Nou, wat bleek? Menige Hilversumse niksnut heeft de afgelopen jaren gigantische zakken gevuld met dat medium. Nou, dat wil ik natuurlijk ook. Dus ik heb besloten om een radiostation te gaan kopen. Altijd nog goedkoper dan een tv-station. Dus ik heb Willem-Alexander gechanteerd. Ik heb mijn fokkeraandelen verkocht. Ik heb een oom in de bouw zitten. En ik ben gekomen met een klein bedragje aan geld. Dus dat ga ik zo meteen investeren. Even kijken of ik met deze mannen een dealtje kan maken. Is deze tent te koop? Is dit te koop? Ja, ga maar even mee. Ik heb... Nee? Het ziet er wel een beetje Peppy Kokkie uit trouwens. Wat een eikel die Evers. Waar kan ik die tent kopen? Hey Bart, goedemorgen. Moet ik hier zijn om dit te kopen? Dat radiostation? Ja? Ja, kom binnen. Ga zitten. Zo. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Ja, die Evers. Jongen, jongen, wat een kwal is dat ook. Dat ik heb hem nooit gemogen. Toen hij bij Veronica zat, mocht ik hem ook al niet. Luister, schrijver kan om van dit moment op Hit Radio. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Hij doet het waanzinnig goed. Iedere nou, hij gaat er als eerste uit. Oh, als ik het koop natuurlijk. Dat bedoel ik. Ja, ik wou Hit Radio kopen. Ik heb hier, ik zal het even laten zien. Die spaakontregenaar. Hit Radio, BNN. Wat kost een radiostation als dit, all in? Nou, rond de 2,5-3 miljoen gulden. Ja, daar had ik wel op gerekend, ja. Dat zijn je vaste lasten op jaarbasis. Ja. Nee, daar schrik ik niet echt van. Maar ik denk dat ik dat wel snel ja moet zeggen, want we hebben een verrassing in petto. Misschien een primeurtje voor je. Ja? We onderhandelen op dit moment met Jeroen van Inkel en Gijs Staverman. Want we willen graag een heel groot publiek bij dit station hebben. En dat betekent wel dat je luistercijfer kanonnen moet hebben. En op het moment dat die twee er natuurlijk bij komen, dan gaat het allemaal wat meer kosten. Ja, dus daar moet ik even... Ja, het is wel nuttig om snel de knap door te halen. Nou, ik heb niet voor niks dat geld bij. Nee, je hebt het bij. Daar zijn we heel blij mee, want we houden de smeden het ijs wilde, als het heet is. Hits Radio, BNN, 12:24.
Wat kost een commercial bij jullie? Gemiddeld ligt het rond zo'n 200-250 gulden per commercial. Ja, ja. Dus 10-15 gulden per seconde.